Uh, probeert u out of the box te denken. Um, wetenschappers in het bijzonder te enthousiasmeren om oplossingen te vinden voor vragen waar u mee zit. In plaats van te denken er is een AI-box en daar, kunnen we eigenlijk, daar hebben we eigenlijk geen, geen zicht op. Marijn van Wingerder, Sharon Ang en, um, en Sebastian Ollier die werken aan veel data science-toepassingen. om op basis van image anal um, uh, analysis te kijken of je bijvoorbeeld timoren kan ontdekken in, um, uh, in, in images. Ander voorbeeld: Jan Heiligers. Dus u zit hem rechts uh, boven in het beeld van het etz. Uh, samen met hem en Stilburg University een uh, augmented reality oplossing aan het ontwikkelen, om te kijken of je uh, image, uh, medical image beelden um, op uh, de huid zelf kan projecteren. Bijvoorbeeld tijdens uh, chirurgie. In plaats van dat artsen op een scherm moeten kijken en dan terug moeten kijken, kunnen ze het beeld um, uh, real time. Op uh, het lichaam zelf uh, zien. We hebben dat nu ontwikkeld voor uh, botstructuren. Maar je zou precies hetzelfde kunnen doen voor organen. Maar Loed vroeg me in het bijzonder om iets te zeggen over Vibe. In Vibe willen we kijken naar het bouwen van embodied conversational agents. Kan je avatars bouwen met wie patiënten uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week een gesprek aan kunnen gaan? Waarbij die avatar, zoals Kees net ook al zei, niet de arts is, maar een gesprekspartner. En de patiënt zou door kunnen verwijzen naar uh, uh, de juiste uh, uh, verpleegkundige, de juiste arts. op het moment dat dat uh, nodig zou zijn. Dus binnen Vibe zijn we aan het kijken. hoe kan je een avatar maken. die er menselijk uitziet en zich menselijk gedraagt. Bijvoorbeeld willen we zijn we aan het kijken. of we op basis van gelaatsuitdrukkingen. Uh, algoritmen kunnen ontwikkelen. en die over kunnen zetten in een avatar. We verwachten eind deze zomer een agent te hebben die in elk geval een eerste conversatie kan, uh, kan draaien.